Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Sunweb Vakanties. Een hele goede avond. Om aandacht te vragen voor de klimaatverandering worden vanavond om 7:55 gedurende 5 minuten alle lichten van de Eiffeltoren gedoofd. En op hetzelfde moment worden in Nederland, onder andere bij het ministerie van VROM in Den Haag, ook de lichten uitgedaan. En wij nemen hier al even een voorproefje. Ja, we hadden al niet veel licht vandaag, hè, want het was een beetje grijs. Laaghangende bewolking en we hadden mist op veel plaatsen, die soms ook behoorlijk hardnekkig was. Maar in het westen en noordwesten brak toch later in de middag nog even de zon door. En dat zien we ook terug, hoor, want op de satelliet kunnen we heel goed zien die dikke wolken boven Nederland. Maar op de Noordzee al opklaringen en die trokken dus langzaam vanuit het west-noordwesten ook het land binnen. Daarachter zit wel weer heel veel bewolking, hoor, boven de Britse eilanden en een nieuwe storing daar zo boven de Atlantische Oceaan. Daar krijgen we morgen mee te maken. En dat levert zelfs nog een spatje regen op in onze omgeving. Veel bewolking dus, zacht, hoge temperaturen nog altijd. En de vorstgrens die ligt helemaal vanaf Noord-Zweden via Rusland zo langs de Oekraïne richting Roemenië. Aan de oostkant van daar de lage temperaturen, zowel overdag als 's nachts onder het vriespunt. En aan de westkant, daar zitten wij dus middenin, in die hele zachte lucht. Niet altijd overal even mooi weer, zeker ook niet in het zuidoosten van Europa. Griekenland en Turkije hebben veel bewolking. En zelfs in de hogere gelegen gedeeltes in Turkije wat sneeuw. Nou, in de wintersportgebieden in onze omgeving niet, hoor. En ook bij ons zelf niet, want vannacht is het uitermate zacht. 7 of 8 graden, veel bewolking. Er zit op veel plaatsen wat mist of nevel en die laaghangende bewolking. En daar hebben we morgenochtend zeker ook nog mee te maken. We beginnen op veel plaatsen grijs. Zeker hier in het zuiden van het land een dikke grijs laag, waar af en toe ook een klein beetje mondregen uitvalt. De wind, ja, die trekt wel wat aan in de loop van de dag. Die draait wat naar het westen toe. En daarmee wordt die grijze prut, vooral hier in het westen van het land, een beetje opgeruimd. En aan het eind van de middag kan daar de zon nog even doorbreken. Maar op veel plaatsen blijft die bewolking toch overheersen. En dat resulteert in het volgende plaatje. Veel bewolking, maar wel hele hoge temperaturen. 9 of 10 graden met af en toe een spatje regen. Nou, dat het leven van een weerman niet altijd zonder gevaren is, bewees mijn collega weerman Klaas Dros kort geleden. In het pikken donker liepen er 's ochtends vroeg 6 paarden op de snelweg. En 1 van die paarden die raakte zijn auto. Maar beide bleven wonder boven wonder ongedeerd. Maar Klaas, ja, die moest toch echt op zoek naar een nieuwe auto. En daarvoor koos hij 1 van de 3 energiezuinigste auto's uit. En hij rijdt nu met 1 liter benzine zelfs 20 kilometer, of ruim 20 kilometer. Nou, uiteraard neemt Klaas ook regelmatig de trein of de fiets om zo de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Nou, volgens mij heeft hij zelfs geprobeerd om in een van zijn koplampen een spaarlamp te draaien. Maar ja, dat werkte toch niet helemaal goed. Nou, vorige week is hij met datzelfde karretje nog helemaal naar Zuid-Zwitserland gereden. Daar was het een hele tijd groen. Maar toen hij daar was, viel er toch een flink pak sneeuw op zijn dak. Nou, van sneeuw hoeven wij alleen nog maar te dromen, hoor. Want het blijft voorlopig droog. Het wordt wel wat kouder, hoor, dit weekend al. De nachten sowieso, met vorst aan de grond in de nacht van vrijdag op zaterdag. En zelfs een paar graden vorst in de nacht van zaterdag op zondag. Misschien wat mist en laaghangende bewolking die zondag overdag overblijft. Maar ik denk dat het op veel plaatsen toch mooi zonnig is, net als op zaterdag. En begin volgende week, ja, dan neemt de kans op een winterse bui wel een beetje toe. Een gezellige avond verder. Bij Tien hoor je niet alleen de weersvoorspelling, maar wordt er ook stilgestaan bij veranderingen in het klimaat en de gevolgen daarvan. Dus zie jij bijzondere gebeurtenissen in de natuur? Wil je weten of we binnenkort echt een tropisch klimaat krijgen? Of heb je mooie weerfoto's? Mail dan naar hetweer@tien.tv. En stuur jouw vraag of foto naar Dennis en Klaas. Hier krijg jij het antwoord op jouw klimaatvragen. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door Sunweb Vakanties.